Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer kijkt. De zon schijnt als een idioot, dus lekker. Maar zo 's ochtends vroeg is het nog behoorlijk koud. Het was 1 graad geloof ik. Er staat een straffe wind. Dus ja, het voelt ook misschien wel als min 4 of zo. Dus ja, koud dus. De weekvlog. De vorige weekvlog zijn we geëindigd met dat we niet dingen afgemaakt hebben, omdat de dag erop of op die dag de een speciale activiteit plaatsvond. Nou, die ga je in deze weekvlog zien. Als je al een beetje zo achter me kijkt, zo hebben we aan deze kant ook witte raampjes. Dus dat was de specialiteit, of de speciale activiteit, dat de kozijnen gedaan zijn. We zijn ook binnen weer verder gegaan, dus genoeg te zien. Het is een heel uur en ja, ik zou zeggen veel kijkplezier. Duimpje, subscribe to YouTube als je dat nog niet gedaan hebt. Ik nog 3 geloof ik en dan zitten we op de 250 subscribers. Niet dat dat een speciaal mijlpaal is, maar voor mij is dat wel een mijlpaal, 250 subscribers. Dus kom op, dan kunnen we naar de volgende mijlpaal. Veel kijkplezier, hè? Doei doei!
De nieuwe. En de oude. De auto zat erin, hoor. Ja. Thank you.
Goedemorgen. Ik heb een lekker proestdagje gehad gisteren. Even het licht aan doen. Bam. We gaan vandaag natuurlijk weer gewoon verder. Zoals je in de timelapse hebt kunnen zien, zijn hier de rechtse drie ramen gisteren ingegaan. Dus ik moet de grond nog even doen, zie ik. En appa, dan lopen we eventjes naar de andere kant toe. Hier hebben we de Miofol allemaal opengeklapt. Dus gewoon eventjes opengesneden. En met tape even vastgezet. Afwerking gebeurt later. En dan hebben we de raampjes en zo aan de rechterkant kant. Die zitten er nu allemaal in. Deze, die. En die. Deze heeft drie raampjes hier. Ik heb vier raampjes. En dat gaan we vandaag doen. Dus junior is er vandaag ook nog. Nou, het ziet er nu al zo uit. Dus dat is al mooi. Hoi kiddo's. Nou, volgens mij was dat gewoon een vogel. En ze hollen allemaal achter elkaar aan. Maar in ieder geval, dit ziet er zo uit. Dit zijn de drie raampjes van buiten uitgezien. En vandaag is de planning dat deze vier gaan gebeuren. Nou, daar zou je zo meteen de timelapse wel voor zien. Ook Bram komt straks, dus ook binnen zullen we waarschijnlijk wel het een en ander doen. Dus, maar goed, dat is het voor nu. Op naar het klussen.
Thank you.
Goedemorgen op deze stralende ochtend. Het wordt weer een lekker zonnig dagje vandaag. Het is, ik kan niet eens zien hoe warm het nu is, maar goed. We beginnen eventjes waar ik de vorige keer geëindigd word. Dat is aan deze oostzijde. Als je een timelapse gezien hebt, hebben we dat helemaal afgemaakt. Helemaal afgemaakt. De kozijnen zitten erin, het glas zit erin. Ik loop er eventjes mee langs. Het heeft toch gehoord, zo'n wit kozijn. Bij deze hadden we een lichtelijke issue. De laag onder het raam, toen het raam eruit was, zat helemaal los. Dus die hebben we hier even op de grond gelegd. Moet nog even cement halen en dan gaan we dat maar weer aanvullen. Dus ja. Deze kozijnen die zijn standaard voorzien dat ze niet met compriband erin gezet werden. Dat was mij toen verteld. Ik dacht van, nou, er zit toch een randje, laat ik toch maar even compriband doen. Maar de ruimte is te veel voor de compriband, dus dat gaat hem niet worden. Dus deze worden aan de binnenkant helemaal afgemetseld. Ook dat moet ik dan natuurlijk nog doen. Hier staat een kantelraampje. Ik weet nog niet of ik die wil bewaren. Kantelen aan zich weet ik ook niet of dat nog werkt. Dat denk ik niet. Hier zit wel iets dat er iets gekanteld kon worden. Hier zit zeg maar een, ja, had een kantelmechanisme moeten zijn. Geen idee hoe dat deze zit. En hier staan nog een paar halve die doorgeslepen zijn. Er zijn er in principe maar twee heel uitgekomen. Of heel, die is dan met twee kapotte raampjes. Er was er ook eentje. Ik weet niet meer welke dat was. Daar zaten er twee achter elkaar. En als je de voorste, of de buitenste eraf had, die binnenste die was zo verrot, die viel gewoon helemaal in elkaar. Dus grappig hoe ze dat in het verleden deden. Maar in ieder geval, deze kant is dus klaar. Loop ik even weer naar binnen. Want ik heb wel één van deze kozijnen, omdat we zagen dat het merendeel was half steentje aan de voorkant, half steentje aan de achterkant, en daartussenin was dan het metalen kozijntje geklemd of ingesmeerd met cement. Maar ik heb er wel eentje die aan de binnenkant niet met een steen afgedekt was. Dus die heb ik hier staan. Dus dat is deze even schoonmaken. Nou, sowieso het stof eraf en alles en zo. Maar hoeft niet een blinkend kozijntje te worden. En waarschijnlijk gaan we die ergens aan de muur ophangen. Als nostalgie van de boerderij. Nou, wat je dan ook nog gezien hebt, is dat we hier aan, met drie man aan die schuine kant bezig geweest zijn. Omdat Junior er was, Bram was er en ik. En, dus eigenlijk met vier man, want ook Trace heeft gewoon meegeholpen. Met vier man hebben we gisteren alles gedaan. En ja, toen was ik was met zaagwerk bezig en hun gingen
Die latten er al op doen. Nou ja, op het eind van de middag en begin van de avond hebben we de isolatie ertussen gedaan. En als laatste gisteravond heb ik met Bram het folie er nog tegen aangedaan aan de buitenkant. Dus ja. Dus ja, we zijn meteen weer hier op dit deel ook klaar. Nou moeten natuurlijk nog de underlaymentplaten er tegenaan, maar dat is voor volgende week. Deze week heb ik eerst het metselwerk et cetera te doen. Dat is hier. Dat zijn is dit afmaken. Dus ik ga vanmiddag eventjes spullen halen, want ik ben er helemaal doorheen. En dan gaan we daar weer mee verder. Nou, dat was eventjes de update van vanochtend. Doei!
Goedenavond. Dit is wel een beetje de laatste opname van vandaag. Of voor deze vlog in ieder geval. We zitten op een uur. Is meer dan genoeg. Ik heb ook niet alles erin verwerkt. Want anders hadden we misschien wel anderhalf uur gezeten. Maar het is toch allemaal een beetje hetzelfde werk. Ik neem jullie even mee naar de Muses. Dit is het muurtje achterin de meterkastruimte. Garderobe, hoe je het ook noemen wilt. We hebben nog wel het idee om uiteindelijk dit soort muren nog met gips af te smeren. Maar goed, dat is niet voor dit moment. Dan heb ik hier deze. Is ook aangesmeerd. De andere kant heb ik al laten zien. Aan deze kant. Het is toch nog wel te zien, denk ik, op de camera. Dat kozijn kan ik aan deze kant nog wel filmen. Is ook aangesmeerd. Dat stuk heb ik al een keer laten zien. Nou, loop ik even daar naartoe, zet ik ook daar de lamp even neer. En dan neem ik de andere kant even op. Zo, dit is dan de andere kant van het kozijn. Allemaal nog net afgesponsen natuurlijk, dus glimt allemaal nog. Morgenochtend zullen we ook nog een keer een afsponsessie houden. En dan is het alweer klaar. Dat is in ieder geval deze kozijn ook gedaan. Daarboven, daar ben ik nog niet mee verder gegaan. Dus als we daarboven afmaken, dan zullen we het aansmeren ook wel weer naar boven toe doen. Maar voorlopig was het belangrijkste de kozijnen. En dat is nu wel gereed. En dan ja, gaan we maar weer eens wat anders doen. Dit was het weer voor deze weekvlog. Lange sessie. Ik hoop dat je het leuk vindt. En zie ik je graag volgende keer weer. Hè. Zelfde tijd, zondag, 8 uur.